grens van het Romeinse Rijk, de limes, volgde in Nederland de Rijn en doorkruiste zo Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Het Limesjournaal brengt het nieuws van de limes. Welkom bij het eerste reguliere journaal van dit jaar. De belangrijkste onderwerpen zijn de grote vaart van de Zwammerdam 2, kanaal van Corbulo toch lang in gebruik, en een nieuwe rubriek, The Frontiers of the Roman Empire. Maar nu eerst naar wat onlangs hier in de Romeinse restauratiewerf in Museumpark Archion gebeurde. Zoals algemeen bekend vindt hier operatie Zwammerdam schepen plaats. De restauratie van 6 Romeinse schepen die in de jaren 70 bij Zwammerdam zijn opgegraven. Na een stroeve start vorderde de restauratie van de Zwammerdam 2 nu gestaag. Het achterschip is alweer bijna af. Om ruimte te maken voor het voorschip moest het loodzware frame binnen de werf worden verreden. Een enorme operatie die de naam De Grote Vaart heeft meegekregen. Op 3 april was het zover. Hij weegt 10 ton ongeveer wat we nu hebben. En dat stond 60 centimeter hoog, want dat wouden we in het begin graag. Dat willen we nu niet meer, dus we hebben hem naar beneden laten zakken, heel subtiel, tot wielhoogte. En we hebben rails er gelegd en hij is gewoon via de railtjes en de wieltjes naar voren gereden. Nou, we hebben met z'n allen de grote vaart gehad. Met andere woorden, de helft van de Zwammerdam 2 is verplaatst, zodat er ruimte komt voor de tweede helft van de Zwammerdam 2. We gaan dus deel 2, dus de voorkant en het middenschip bouwen. En dan gaan we eerst het frame voorop bouwen. Daar zit weer wat lastwerk aan. En dan kunnen we daar het archeologische hout in leggen. En ondertussen zijn we bezig met het nieuwe hout. Dus alles wat nooit gevonden is, wat of even niet meer bruikbaar is, dat vervangen we met nieuw hout, zodat er een compleet schip komt te liggen. Operatie Zwammerdam schepen is dagelijks te bezoeken in Museumpark Archion. En als je een museumkaart hebt, is het nog gratis ook. Utamen miles otium exuret, inter mossam renunque, trium et viginti milium spatio fossam pertuxit, qua incerta oceani vitarentur. Om zijn soldaten bezig te houden, groef hij een kanaal van 23 mijl tussen de Maas en de Rijn, om zo de gevaren van de oceaan te vermijden. Deze woorden schreef de Romeinse geschiedschrijver Tacitus over het kanaal van Corbulo. Dit kanaal was een binnenlandse waterverbinding van de Rijn bij Leiden via Forum Hadriani naar de Maas. Precies 30 jaar geleden werd dit kanaal teruggevonden in de bodem van Leidschendam-Voorburg. Sindsdien zoeken archeologen naar de precieze loop van dit kanaal. En ze zoeken naar het antwoord op de vraag hoe lang het kanaal bevaarbaar is geweest. Wilfried Hessing, de directeur van onderzoeksbureau Vestigia, was betrokken bij de eerste ontdekking en heeft ook dit jaar weer onderzoek gedaan naar het kanaal van Corbulo. We hebben een aantal booronderzoeken uitgevoerd in de gemeentes Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. En we hebben een proefsleuf gegraven in de Vlietwijk in Voorschoten. En al die onderzoekjes die hebben te maken met de voordracht van delen van het kanaal van Corbulo voor bescherming in het kader van UNESCO Werelderfgoed van de Nederlandse Limes. Het stukje opgraving wat we gedaan hebben in de Vlietwijk was in die zin heel bijzonder, omdat we eigenlijk voor het eerst hebben vastgesteld dat het kanaal ook in de Romeinse tijd langdurig in gebruik is geweest. Het vermoeden was, we wisten dat het kanaal rond 50 na Christus gegraven is door Corbulo. Er waren ideeën dat het kanaal eigenlijk maar heel kort gefunctioneerd zou kunnen hebben, dat het al vrij snel dichtgeslipt is. Maar we hebben nu eigenlijk voor het eerst kunnen aantonen dat het kanaal zeker 100, 150 jaar open heeft gelegen. En dus ook 150 jaar lang gebruikt is geweest. Met name in dat stukje opgraving wat we gedaan hebben, ik kan er wel iets van laten zien, was het heel gek dat in een hele kleine opgraving er toch een heel aantal bijzondere vondsten voor de dag kwamen. Op de bodem van het kanaal lagen een aantal complete potten, waar dit er eentje van is. Nou, dat is Romeins vaatwerk, hè. Het is een wijnkan.
En die kunnen we goed dateren, vandaar dat we ook weten dat, dat bijvoorbeeld deze stamt uit 150, 200 na Christus. En dat betekent dus dat dat kanaal toen ook nog steeds open lag. Vestigia maakt over zijn belangrijke ontdekking een rapport. En de Nederlandse Limes samenwerking gebruikt dat rapport om te bepalen welke delen van het kanaal van Corbelo onderdeel worden van het UNESCO Werelderfgoed. Het is weer bijna zover. De Nationale Romeinenweek is er weer bijna. Door heel Nederland en natuurlijk vooral langs de Limes is heel veel te beleven. Zelf onderzoek doen in Park Matilo in Leiden, Varo in het kielzocht van de Romeinen, een ontdekkingstocht naar de Tempel van Elst en nog veel meer. Op de website zijn alle activiteiten te vinden. En beleef je leuke avonturen tijdens de Romeinenweek? Stuur je filmpje naar ons, dan laten we het volgende Limes-journaal zien hoe de Nederlanders de Romeinenweek hebben beleefd. De maker van het leukste filmpje krijgt een bijzondere prijs. De Romeinenweek heeft dit jaar het thema Waar zijn de vrouwen? Een thema dat Carol van Driel uit het hart is gegrepen. Haar hele carrière benadrukt ze al dat de provinciaal Romeinse archeologie meer te bieden heeft dan soldatenverhalen en mannen aan de macht. Nou, het wordt echt wel tijd. Want de archeologie heeft juist een unieke bijdrage aan dit onderwerp te leveren. De schrijvers uit die tijd, de historici, zijn allemaal mannen. Die geven allemaal hun eigen visie. Daarom weten we zo weinig over de vrouwen in die tijd. Juist de archeologie met sieraden, mantelspelden, de schoenen. Al die andere voorwerpen, die geeft juist ons het idee van hoe vrouwen nou, hebben geleefd, waar ze waren, wat ze deden. Die geven juist de vrouwen het gezicht, in feite. Het is de archeologie dat dat gaat doen. Dus het wordt tijd dat wij er nu eindelijk wat aandacht aan besteden. Want je kan een maatschappij niet alleen maar met mannen bevolken en je kan het ook niet alleen maar met vrouwen bevolken. Je moet denken, een maatschappij is mannen en vrouwen en die maken samen die maatschappij. Het valt mij nu al op dat we vooral Romeinse soldaten zien. En dat zijn allemaal mannen en dat is erg leuk voor de kleine jongetjes. En je ziet vader met zijn zoon daarnaartoe. Maar je ziet moeder en de dochters, die zijn na een half uurtje hebben ze het gezien. Dus ik denk als wij echt mensen willen betrekken in de Romeinse archeologie, zullen wij heel goed moeten nadenken aan de rol van de vrouwen. En dan is het niet alleen maar vrouwen, gewoon hun aanwezigheid. Dus een beetje leuk aankleden en wat een leuke haardracht. Maar echt denken van wat was de rol van de vrouwen in die forten. Het Limes Journaal roept dus op bijzonder aan de meiden en de vrouwen om video's uit de Romeinenweek op te sturen. Onlangs heeft Tamer Lene, de programmamanager van de Nederlandse Limes Samenwerking, in het Limes Journaal Talkshow aangekondigd dat in 2019 de definitieve selectie voor de Limes terreinen in het nominatiedossier zal worden gemaakt. In het kader daarvan heeft eind maart een veldtoets plaatsgevonden in zowel het Duitse als het Nederlandse deel van de Nedergermaanse Limes. Het Limes Journaal had hierbij exclusieve toegang tot de bezoeken aan Fort Vechten en Castellum Hogewoerd. We hebben een paar buitenlandse collega's die helpen ons om het nominatiedossier nog beter te maken. We hebben een nominatiedossier voor de Werelderfgoednominatie gemaakt en zij lezen dat dus kritisch door omdat ze heel veel ervaring hebben in het buitenland. En we lopen nu de sites af. Ze gaan eigenlijk ons hele nominatiedossier van beschermingen tot keuze van terreinen, hoe het gepresenteerd wordt, daar gaan ze positief dan wel negatief commentaar op geven. We started in Cologne, the Roman capital of our common Roman province. And there we visited the late Roman bridgehead for of Divitia, which is on the right bank of the Rhine, the only one Roman fortress on the right bank of the Rhine. And this place gave us a good start to understand the whole situation of the Roman river frontier along the Rhine. And then we went further to Novesium Neues, a large legionary fortress, still close to the river Rhine today. And then we proceeded to the Colonia Ulpia Traiana in Xanten. Nou, ik ben aangehaakt in Nijmegen bij Holdeuren en het aqueduct daar hebben we bekeken en de Hunenberg, dus de oude. We zitten nu hier en gaan daarna door nog naar het Castellum in Utrecht en naar de Leidse Rijn om nog zaken te bekijken.
At the moment, we are developing this application. So we have at this stage a very good draft version. And it's always good to have external experts, critical friends looking at it, because we are proud of our heritage. We know our heritage. And it's always good to have some external view on it. They might see things we are not aware of it. Met het Libes Journaal willen we jullie ook kennis laten maken met de Romeinse grens in andere landen. Langs de muur van Antoninus Pius in Schotland en de Limes in Midden- en Zuid-Duitsland wordt een mooie publiekstrekker ontwikkeld, de Advanced Limes App. Well, we're on our site visit for the Advanced Limes app, which is a new multimedia augmented reality app that we've been developing between the Antonine Wall and the German Limes. And we've got everyone here from along the Limes trying to see how it works and see whether they actually want to use it and expand it for the whole of the Limes. Ja, die Herausforderung bei der Limes App bestand darin, dass wir versuchen wollten, mit neuesten technischen Mitteln die Monumente hier in einigen darzustellen. Und am Weinberg haben wir das Gott sei Dank mit Augmented Reality Technik machen können. Ich zeige Ihnen das vielleicht hier kurz mal auf dem Handy. Wenn der Augmented Reality View offen ist, dann ist erstmal hier nur die Kamera zu sehen. Aber wenn man runterschwenkt auf den Trigger, dann sieht man plötzlich die Tempelanlage, die hier oben auf dem Weinberg ist. Der Advanced Limes App ist noch volop in Entwicklung. Maar de delen die al gereed zijn, kunnen door Limes-fans al gratis worden gedownload. Overigens is er ook al een aantal Limes-apps in Nederland beschikbaar, waaronder de reis-app Langs de Limes. Tot zover dit Limes-journaal. Veel plezier met de Nationale Romeinenweek. En opsturen die filmpjes hoor!